Justitieminister Eugène van der Sand vraagt meer tijd en ruimte om de technische kant van het legaliseren van industriële hennep te bestuderen. Hij geeft aan dat de regering achter de gedachtegang voor het stimuleren van de productie industriële hennep staat. Van der Sand zei dit gisteren tijdens de openbare commissievergadering, waarbij de ontwerpwet nadere wijziging van de wet verdovende middelen onder de hamer stond. De bewindsman zegt dat hij tijdens de plenaire vergadering zal ingaan op de vragen waarop hij vooralsnog geen antwoord heeft. Voorzitter van de commissie van rapporteurs Roger Hopkinson stelde voor dat de procureur-generaal bij de eerstvolgende vergadering erbij wordt gehaald om zijn mening te geven over industriële hennep. Niet omdat ik in staat ben alle vragen te beantwoorden, maar ik wil voor mijn oriëntatie een aantal zaken onder uw aandacht brengen. De technische vragen zullen we uiteraard moeten beantwoorden. Het hoeft niet vandaag te zijn. De vragen die wij vandaag kunnen beantwoorden, doen we dat. De overige vragen die zullen we meenemen om in de plenaire vergadering te beantwoorden. Voordat wij in tweede ronde deze zaak wederom gaan behandelen, dat we ook nog de procureur-generaal weer even horen om zijn gevoelens mee te nemen in het geheel. Het voorstel is dus concreet, natuurlijk u agendeert, maar het voorstel van de commissie is om de volgende week weer bijeen te komen en de zaak verder te behandelen in tweede ronde. Minister Van der Sand is het er niet mee eens dat zijn ministerie als ook de commissie van rapporteurs samen een onderzoek doen bij de procureur-generaal. Hoewel vicevoorzitter Melvin Bouva hem probeerde te overtuigen, bleef Van der Sand bij zijn standpunt. Hij zal het onderzoek daarom overlaten aan de assemblee. Ik zal uw advies opvolgen, goed, maar het kan technisch anders uitpakken. Wat bedoelt u? Twee instanties die hetzelfde doel nastreven gaan de PG horen, is niet correct. Dan zal ik hem niet horen, dan laat ik over aan de assemblee. Eugène van der Sand, minister van Justitie en Politie. Hij sprak gisteren in de Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de ontwerpwet nadere wijziging wet verdovende middelen. De openbare commissievergadering is vandaag voortgezet.